Hoi, ik ben Robin en welkom bij alweer de negende aflevering van Robin's Mol Talk. Dit is de laatste aflevering voor de finale van Wie is de Mol seizoen 21. Het eerste seizoen in de geschiedenis van Wie is de Mol, waar er maar twee finalisten zijn. En ik had gehoopt dat ik met de punten die ik nog over had naar de finale zou kunnen gaan. Maar helaas, Charlotte moest voor de finale het spel verlaten. En daardoor ben ik weer helaas een deel van mijn punten kwijtgeraakt. Wat ook een gegeven feit is, is dat de twee vrouwen kaarsrecht tegenover elkaar in de finale staan. En dat is ook waar we de aflevering mee gaan beginnen. Met de titel van de aflevering: Kaarsrecht. Deze titel: Kaarsrecht kan natuurlijk verwijzen naar Rocky en René, die kaarsrecht tegenover elkaar in de finale staan. Ook zou dit René zijn die kaarsrecht tegenover ik stond. En dan, net voordat de test begint, zegt René wat opmerkelijks: Namelijk het volgende: Ik zit nu al. Drie weken in een ander leven. Een bijzondere ervaring dit helemaal. Dit zou kunnen inhouden, omdat de opnames van Wie is de mol drie weken duren, dat René dus de mol zou kunnen zijn. Ja, ik zou ook heel graag wat meer willen vertellen over de hints en aanwijzingen van de afleveringstitel. Maar helaas die heb ik dus niet. En daarom gaan we ook door naar opdracht 1 van deze aflevering. En de eerste opdracht is genaamd Intrappen. Ja, deze opdracht was natuurlijk al bekend omdat er foto's voorbij waren gekomen die waarschijnlijk of toeristen of de inwoners van Tsjechië hebben gemaakt. Ja, en daardoor wisten we ook dat het seizoen daar zou afspelen. Ik moet hier ook wel bij zeggen dat, ondanks dat de foto's zijn gepubliceerd, dat ik wel heel blij ben dat niet de finalisten hierdoor bekeerd zijn geworden. Want dat had echt voor dit seizoen voor Wies desastreus geweest. Verder konden de kandidaten voor deze opdracht 100 euro verdienen. En de overige 1650 euro konden ze verdienen. Met de opdrachten die gedurende de 6 kilometer lange route gevonden konden worden. Uiteindelijk hebben ze voor deze opdracht 1050 euro voor de pot verdiend. Ja. En ook natuurlijk waren er hier weer opvallende dingen. René en Charlotte gaven aan dat Rocky best lang bezig was bij het sleutelkastje. Wat dus op drie kwartier al twee minuten heeft gekost. Uiteindelijk besluiten ze om door te gaan steppen. En komen ze het bordje tegen met de sleutelcode. En besluit Rocky om terug te gaan en het geld te pakken. Wat hier ook opvallend is, is dat René. En Charlotte aan het wachten waren op Rocky. Terwijl ze makkelijk door hadden kunnen gaan naar de volgende opdracht. En hierdoor ging er eigenlijk ook best wel kostbare tijd verloren. En tijdens deze opdracht is het wel een hele opvallende, ja, ik denk, mooie actie van René. Zij wilde eigenlijk toch nog iets heel gaafs doen dit seizoen. En ze heeft bij deze opdracht dus voor elkaar gekregen om 12 minuten te verspillen. En geen 350 euro voor de pot bij te kunnen verdienen. Ook zijn Rocky en Charlotte hier verdacht om de opdracht te laten skippen. Maar het is ook nog wel logisch, omdat ze pas een kilometer hadden afgelegd van de in totaal zes kilometer. Maar eenmaal bij de volgende opdracht aangekomen, is natuurlijk Rocky die het volgende zegt. Ja, maar dan moeten we lopend dat hele stuk verder. We hebben er nog maar net een kilometer op zitten. Dan moeten we vijf kilometer gaan lopen. Step is sneller. Ja, verder, hè? Dit en dit is natuurlijk tijdens een opdracht echt totaal niet opvallend, maar wel heel slim gedaan. En aangezien we constant verdachte momenten van rené zagen, is het toch wel een hele opvallende richting Rocky. En ook als Rocky hier de mol zou zijn, dan is het jammer dat we niet wat meer van haar molacties hebben kunnen zien. En ik, had, ik heb dan ook wel het gevoel dat het uh, het seizoen ook wel een beetje leuker had gemaakt. Ook was het opvallend bij het laatste stuk naar de finish dat Charlotte als enige de laatste kilometer rende. Van René is het natuurlijk logisch. Want ja, ze is natuurlijk al wat ouder. En een aantal mensen, of een hoop mensen, begrijpen niet waarom Rocky dat heeft gedaan. Ze heeft in het verleden een zware knieblessure opgelopen. En daardoor kon ze ook dus niet langere afstanden rennen. Ja, dat is dus niet direct een hint richting Rocky. En dan uh, gaan we weer door naar de laatste opdracht van de aflevering, genaamd Lumineus Idee. Er valt helaas over deze opdracht niet veel te vertellen omdat het pas bekend wordt gemaakt na de bekendmaking wie de mol is. En dat weten we pas volgende week. Wel is het opvallend dat de mol nog een poging wil doen. En een aanwijzing wil aanleveren in ruil voor geld. Rocky en René zijn hierop ingegaan. En bij Rocky is het een beetje twijfelachtig. Want ze heeft de envelop wel geopend. Maar heeft er uiteindelijk niets meegedaan. Ik heb het vermoeden dat, uh, dat het toch meetelt. En daardoor geld wordt achtergehouden. René die heeft de envelop wel geopend en die probeerde te kijken wat uh, er op de envelop stond en ze heeft ook aan dat ze iets heeft gezien maar wat ja dat gaan we dan waarschijnlijk volgende week zien als ze de moor natuurlijk is. Ook werd er gerefereerd door Rick naar de eerste opdracht van dit seizoen genaamd door een deur waar de kandidaten al hadden kunnen weten wie de moor zou zijn door eigenlijk hetzelfde te doen met de kaars en envelop. Maar niemand heeft dat gedaan. Het is ook wel logisch, want dat is natuurlijk niet een van de eerste dingen waar je bij stilstaat. En ik heb zelf ook de opdracht nog even teruggekeken of ik wat kon vinden. Maar ja, eigenlijk is er helemaal niks uit teruggekomen op wie de mol zou kunnen zijn. In ieder geval tot zover de opdrachten van dit seizoen. En helaas weten we nog niet wat de eindstand zal zijn van dit seizoen. Maar wat we wel weten is dat dit de laagste pot. Ooit gaat zijn van wie is de mol. En dan uh, zijn we alweer aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. Om het toch een klein beetje spannender te maken, weet Charlotte dat ze de verliezend finalist is. Dit zou dus inhouden, na het zien van de test, dat Rocky de mol is en René de winnende finalist. Hier moet ik wel een hele grote maat bij plaatsen. Het kan ook zijn dat Rocky meer vragen goed had dan Charlotte en dat René de mol is. In ieder geval is de theorie van vorige week volledig omzeep geholpen. Ja, en dan uh, is het moment uh, toch aangebroken. Wie is de mol? Na nou, veel wat uh, terug hebben zitten kijken van de video's en mijn aantekeningen blijf ik toch bij mijn mol die ik al vanaf aflevering 1 op mijn verdachte lijst heb staan. Namelijk René. Waarom? En ja, dat heb ik ook in vele afleveringen heb ik dat herhaald. Ik vind ook dat René behoorlijk wat meer al gedrag En... Daardoor staat ze maar ook bovenaan en door meer dan driekwart van Nederland wordt ze verdacht dat het zij de mol is. Wat ook wel apart zou zijn, is wanneer Rocky de mol zou zijn. Want zij is eigenlijk een beetje het hele seizoen een beetje op de achtergrond gebleven. En ja, als mol zijnde hoeft ze dus niet zoveel te doen omdat de kandidaten ook zelf heel veel geld uit het pot hebben gehouden. En wat dan verder aan molacties zijn geweest. Daar ben ik dan natuurlijk wel heel erg benieuwd naar. Maar goed, dat gaan we dus bespreken in de laatste aflevering van dit seizoen van Robbers Mol Talk. En dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet de belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu... Uh... la